Hoi allemaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat. De teams zijn achter ons klaar, want het is weer tijd voor een nieuwe Pets Place Race. Blijf kijken. Ja, het staat 2-2 en we hebben nog twee Pets Place Races te gaan. Floris, hoe werkt het ook alweer? Eigenlijk is er vandaag gewoon weer niks geks aan de hand. We hebben weer een Pets Place Race. En dat houdt in dat we Team Brit tegen Team Mij hebben. We krijgen straks een gouden envelop. Maken we open. Staan er 4 items op. Eerste item ga jij halen. Tweede item ga jij halen. Derde item ga jij halen. Zoals Brit ook even zegt, je moet goed kijken waar alles staat. Want dan kan je een beetje spieken waar je moet zijn. Stel je moet de kattenbal halen, moet je naar de kattenhoek. En dan hebben we het laatste item. Die moeten we in één grote slinger met z'n allen halen. Niet loslaten. En dan gaan we kijken wie de cel is. Is het duidelijk? Ja. Oké, welk team gaat er beginnen? Het steenpierschaal? Ja. Oh, het spant er nu echt op, hè? Ik want ga als je nu verliest, dan kun je niet meer winnen dit seizoen. Dan kun je alleen nog gelijk komen. Ja. Kom maar, dan moet echt winnen, hè? Ja. Oké, steenpierschaal. Oh, jij mag kiezen beginnen. Oké, wij beginnen. Maar voordat we beginnen, willen we natuurlijk eventjes voorstellen wie we vandaag hebben meegenomen om te racen. Wie heb jij meegenomen? Eens even kijken, mijn team. Wie heb ik hier? Luc. Hey Luc, heb je er een beetje zin in? Ja. En Luc, voor wie ga je racen? Voor mijn poezen. Poezen? Heb je meer poezen? Ja, 3. 3 poezen? Zijn die ook allemaal vrienden van elkaar? Ja. Soms doen ze een beetje met elkaar vechten. En welke vind jij het allerliefst? Luna, dat is nog een kitten. Ah, oh, die zijn schattig, hè? Dus gaan we lekker voor Luna racen? Ja. Top! Eens even kijken, wie hebben we... Hey, kleine dame. Wie hebben we hier? Emma. Hey Emma, hey, voor wie heb jij zin om vandaag te racen? Rammetje en Fluis, met 2 konijntjes. Ah, oh, dat is lief zeg. Jammer dat je ze niet hebt meegenomen. Nee. Die moeten natuurlijk lekker thuis blijven. Ja, die vinden dat niet heel leuk om opgepakt te worden. Ah, maar ik hoorde dat jij de winkel al heel goed kent, dus ik ben heel blij dat jij in mijn team zit. En wie hebben we hier? Roos. Hey Roos. Roos, voor wie ga jij racen? Onze hond. Jullie hond. En hoe heet je hond? Lizzie. En wat voor ras is Lizzie? Een Maltipoe. Een Maltipoe? Wat is dat dan? Een Maltese poedel. Wauw, dat heb ik nog nooit gezien. Hebben jullie hem meegenomen hier? Nee. Oké, jongens, we gaan racen. Eens even kijken. Brit, wie heb jij meegenomen? Ja, ik heb ook een topteam meegenomen vandaag. Ik ben wel een beetje bang, want Emma die kent de winkel ontzettend goed. Ze komt hier heel vaak voor haar konijnen. Lisa, wat voor dieren heb jij? Kavia's. En ken je de winkel een beetje goed? Een beetje. Oké, en wat is leuk aan jouw kavia's? Alles? Kun je ze ook op schoot nemen? Ja. Vinden ze dat leuk? Ja. Oh, dat zijn eigenlijk een soort van levende knuffeltjes. Ja. Oké, dus jij gaat vandaag strijden voor je kavia's. Oké, top. En Guusje, wat voor dieren heb jij? We hebben 2 konijnen en een vogel. 2 konijnen en een vogel. En hoe heten ze? Willy, Witlof en Winter. Ja. Alles met de W. Willy, ja. Witlof en Winter. Witlof? Ja. Kwam je nou op de naam Witlof? Wel origineel. Ja, 2 konijnen zijn allebei wit. Ja. Oh ja. Ja, gewoon wit. En, net als onze film, wit paard, white star, wit, Witlof. Oké, nou, doe je best vandaag, hè? Ja. Oké, top. En Noah, jij hebt 3 dieren, vertelde je net. Ja. Vertel. 2 konijnen en een vogel. Ja, en zussen. Oh, jullie zijn zussen? Ja. Oh, oké. En wat is jouw lievelingsdier als je moet kiezen? Konijn. Je konijn? En is dan Witlof je lievelingskonijn? Witlof heeft een lievelingskonijn. Ja? Ja? Wat is zo leuk aan Witlof? Hij heeft blauwe ogen, hij kan op 2 poten staan. En als ik zeg plaats, gaat hij naar achteren. Echt zo handig, een konijn wat luistert. Dat heb ik echt bijna nog nooit gehoord. Oké, Floris begint met racen. Mm-hmm. Daarna zijn wij. Klaar voor? Oké, top. Even armen over elkaar heen. Zo, hups, hebben we er een beetje zin in? Ja. Ja? Ja. 1, 2, 3. Beer! Wij gaan als de brandweer! Hupsakee, tuurlijk. Oké, jongens. Oké, jongens, ik heb hier de stopwatch. Laat de gouden envelop maar komen. Zo. Spanning, hè? Zit erin. Trommelgeroffel. Oké, jongens. Ga goed kijken. Gaan we racen, ja. We gaan trouwens. Jij gaat eerst, daarna jij. En dan hebben we jou voor het laatst, ja? Eens even kijken. De boodschappenlijst. 1 moet voor de kat het verenspeeltje halen. Daarna voor de hond het speeltje Kong. Nou, zien hoe die eruit ziet. Voor de vogel de trapladder. En als laatste een mega zware konijnhooibouw. Hebben we het gezien, ja? Ja. Beginnen, hè?
een stap van het podium afzetten, gaat de tijd lopen. Dus ik zou zeggen, 3, 2, 1, go! Go! Go. Naar de kant, Piri speeltje, goed boven kijken. Ja, we gaan goed, we gaan goed, we gaan goed. Die speeltje, ja, precies. Ja, dit is hem. Ja, top! Twee, speeltje kom, Roos, we gaan. Oké, hoor voor de hond. Goed kijken. Eens even kijken. Goed kijken, jeetje pietje. Ja, dat is hem, dat is hem. Nou, ik ben nog nooit zo snel gegaan. Oké, rennen. Hé, jongen! Oké, eens even kijken. En voor de vogel, de trapladder. Oké, kom, let's go. Kijken van die vogel. Moeilijk hoor. Zal ik eens even optillen? Kun je wel goed kijken. Daar zijn die vogels. Ja. Ja, zo. Je hebt hem. Hier. Nee, kijk hier. Dit is de trapladder. Nee joh, echt hier. Kijk, okay, jongens, met z'n drieën. Leg hem neer. Gaan nu met z'n allen de hooibal halen. Okay, kom, handen vast. Jij wist waar de hooibal was, hè? Waar? Jij moet voor, ik moet in het midden. Jij. Nou, we gaan inderdaad net zo snel te branden. Sneller. Die kleine hooibaan. Die is zo groot, hè? Dus we gaan gewoon rennen. Hier. Nee, dit is. Is die hooibaan nou? Ja, dit is hooi. Ja, zie je wel. Ja, perfect. Hooi. Oké, jongens. Doen hem in het midden. Oké. Rennen! Je rijdt hoor. Nou, we gingen echt als de brandweer, jongens. Dit was niet normaal. Oké, Floris, ik heb nog nooit zo'n snelle fastpace race meegemaakt. Ja, maar het spannende er ook om. Het moest ook even. Het was echt heel snel. Ik heb de tijd bijgehouden. Wij zijn nu aan de beurt. Het wordt echt heel spannend, want we moeten echt op ons allerhardst gaan rennen om Floris te verslaan. Hey, meiden, ik ga de gouden envelop opvragen. Oké. We gaan hem openen. En kijken wat wij moeten ophalen. Die heb ik net gezien. Echt waar? Oké, nou dan ga jij als eerste. We moeten een konijn naar huis halen. Dan als tweede een hondenspeel. Dat is zo'n gooistok, zeg maar. Dan als derde een snack voor de hond. Ik weet waar die ligt. Weet jij waar die ligt? Ja, dat is zo'n krokodillensnack. Als laatste moeten we met z'n allen 2 bezems ophalen in de slinger. Oké, ik zou zeggen, tactisch gezien, als jij weet waar dit ligt, ga jij als eerst. Jullie willen allebei deze? Ja, oké, ik doe wel deze. Doe jij deze? Het is allebei bij de honden. En dan doe jij deze als laatst, ja? En dan als allerlaatst gaan we de bezems pakken. Zijn we er klaar voor? Ja. Weet je heel goed waar die ligt? Oké, ik heb er alle vertrouwen in op je allerhardst rennen, hè? We hebben het nodig. Oké, dames, zijn jullie klaar voor de start? Als ik zeg 3, 2, 1, dan gaan we beginnen, ja? Wie gaat eerst? Jij? 3, 2, 1, go! Go! Oh, dan hou je niet eens bij. Ja! Kom. Vet goed. Oké, harder. Wow! Oké, Flora, zijn we niet gewonnen? Ja, nummer 2 mag gaan. Jawel. Yes! 100 filmpjes. Dit zijn die. Oké. Ja, je hebt hem. Op je allerlaatste. Oké. Ik dacht, we gaan hem nooit meer verslaan. Denk goed aan het eten, hè.
Goed nadenken. Ik zou ook denken dat die lichaam misschien niet maar eentje gaat. Oh! Ja, dat is niet dat. Komt ie weer. Ja, top. Oké, rennen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oké. Okay. Snelste route terug. Zeg. Ik weet niet. Normaal. Ik weet nu echt niet wie er gewonnen heeft. Ik heb ook geen. Ik denk dat dit de spannendste is qua tijd ooit. Het is echt de eerste twee ooit. Hadden jullie binnen 10 seconden misschien wel. Ja, en jullie ook. Het moment is daar. We gaan de winnaar van de ene laatste Best Place Race bekendmaken. Floris, ik ben de tijden. En jullie hebben nog nooit zo snel geraced volgens mij. Jullie hebben er 3 minuten over gedaan. Exact 3 minuten. Supermooi getal. Snel zeg. Ja, ik dacht echt, we gaan er nooit overheen komen. Ik heb Floris nog nooit zo goed zien spelen. Maar jullie waren zo ontzettend snel. En jullie hebben geraced in 2 minuten en 7 seconden. Dus... Jeetje, oké jongens, ik heb het ook zo goed. Jullie kunnen zelf een vogelnestje bouwen en nog een cadeaubon van Pets Place van 20 euro. Dus jullie kunnen nu lekker iets gaan uitzoeken voor je huisdieren. Maar Floris, jouw team kan ook niet met lege handen naar huis. Kijk eens, hier. Dit is eigenlijk mijn favoriete prijs om te krijgen. Namelijk een hele dikke snoepzak met dubbel dip die je lekker, lekker kan laten knetteren. Alsjeblieft jongen. Oh, die wil ik eigenlijk ook wel. Ja, die moet ik kunnen. Nee. Ik heb je vrienden gemaakt. Hey, voor nu bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je een leuke video vond. En vergeet natuurlijk je niet beneden te abonneren. En dan zien we jullie de volgende keer. Doei! Doei!